Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb Jordi, Liam, Sam. Ja, Liam, Sam, Jordi. In die volgorde heb ik ze allemaal afgezet. Ik ben even kindloos. En nu ga ik heel even naar de winkel toe. Even wat boodschapjes doen. En dan ga ik naar huis en dan ga ik wat dingetjes doen. Een hele goede morgen. Ik heb gisteren niet zoveel gevlogd. Ik had gewoon geen behoefte om helemaal te vloggen. Nou, dat is ook prima. Oké. Okay. De kindjes zijn vanochtend naar de kapper geweest. Jordi is geknipt. Ik heb het bovenop iets langer gelaten, zodat ze haren wat meer kan doen. Sammy zit daar, is ook weer geknipt. En Liam is ook geknipt. Die zitten nu allemaal lekker aan hun fruitje. En Nielsen is nu nog bij de kapper, want die wordt ook geknipt. En dan is het daar een kwestie van de kindjes douchen. En dan kan ik even naar de winkel. Om eventjes wat boodschappen te doen. Want ja, het is van het weekend natuurlijk Pasen. Morgen zijn we niet thuis. Maar ik heb wel wat boodschappjes nodig voor morgen. En tweede paasdag komen mijn ouders eten. Dus daar wou ik alvast wat spulletjes voor in huis halen. Zodat dat in ieder geval al helemaal in kannen en kruiken is. Dus vandaag. Ja. We gaan even fruitje opgeven. En als Niels sta ik thuis, dus gaan we de kindjes even douchen. Zo, ik ben al boodschappen geweest te doen. Voor vandaag en voor morgen en voor zondagochtend. En ik heb nu een pakketje binnengekregen. Maar ik ga jullie eerst even goed neerzetten. Zo, jullie staan nu een stuk beter. Ik had een pakketje besteld en die heb ik al uitgepakt. Maar daar wilde ik jullie wel eventjes in meenemen. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die... kinderen hebben die naar ons kijken en die overprikkeld raken en alles. bij Jordi werkt het niet, want ik heb dit ook alles voor Jordi besteld. Jordi wil dit niet, Jordi vindt dit niks. Maar ik ga het nu wel proberen bij Liam. Ik heb een pakketje besteld bij bijtketting.nl. Bijtketting.nl. En dit is een... Dit is een pakketje, zeg maar. Dit kost 30 euro, deze. En dan zit dan deze in. Daar zit een kaartje bij in. En op dat kaartje staat... Hey, wat is dat om je nek? Ik gebruik een bijtketting. Een bijtketting is voor mij een hulpmiddel om prikkels te reguleren. Het helpt mij om het vinden van rust en concentratie. Zonder mijn ketting kan ik me minder goed concentreren, kan ik gaan nagelbijten of op mijn kleren gaan kauwen. Ik kan onrustig of sneller boos worden. Zo helpt mijn bijtketting niet alleen mij, maar ook mijn omgeving. Dus daar staat, zeg maar, heb je een kaartje erbij, dat als iemand het niet begrijpt, kun je dit ze laten lezen. Hier achterop staat ook in het kort waarom dat het helpt. Een bijtketting helpt kids bij onrust, overprikkeling, betere concentratie en stopt nagelbijten / kledingbijten. PS, vervang de bijtketting bij sporen van slijtage. Nou is het zo dat ik dit pakket dus heb gekocht. Dit kost 30 euro. Dan heb ik een dinosaurus, kun je zelf de kleur van kiezen. De puzzel niet. De puzzel is gewoon deze, maar ik vond het sowieso al leuk. En dan deze heb ik in het rood gekozen. Die kon je ook in alle kleuren kiezen. En dan kreeg je dit kaartje erbij voor simpele uitleg. Ik heb dan apart nog dit bakje erbij gedaan. Zodat als ik het schoon heb gemaakt of wat dan ook, dan kan ik het hierin bewaren. En ik heb een reserveketting erbij gedaan. Zodat als er eentje kapot gaat, dat ik die altijd kan gebruiken. En zoals de meesten van jullie wel weten, is Liam vrij snel geprikkeld. En zijn we bezig met hem naar een ander schooltje te krijgen. En ik heb het hier ook met Kentalis onder andere over gehad. En in ieder geval het feit van, hè, wat zou ik daaraan kunnen doen? Nou is het zo dat Liam ook nogal veel in zijn mond steekt. En we hopen dat dit gaat helpen. Dit gaat hij ook mee naar school aankrijgen. School weet er ook al van. We gaan dit gewoon proberen. Dit zal even wennen zijn voor hem. Dit zal heel eventjes leren voor hem zijn. Maar gaandeweg ga ik jullie daarin meenemen of dit voor Liam iets is.
Jordi is te hoort op. Jordi, waar ga je heen, jongen? Jordi, waar ga je heen? Jordi, waar ga je heen? Het is hier nog één grote pestbende, hoor. Ja. Ik wilde even de auto wassen, want dat was nodig. Dus daarna mag ik hier wat dingetjes doen. Dus ja, daar zit hij dan. Oh, trouwens, ik vind het best wel grappig. Ik heb niet veel aan mijn haar gedaan, maar ik heb toch behoorlijk wat slag erin zitten. Ik heb echt niet veel aangedaan. Ik heb hem alleen zeg maar op een klemmetje gehad en dat was het. Ik vind het best wel leuk af en toe bij mezelf om te zien dat zo gaat. Ja, dat komt vandaag niet meer goed, denk ik. Ik heb er even een knotje in gemaakt. Ik ben bezig met bovenpoetsen, mijn was doen. Ik ga daar eventjes de douche poetsen. Ondertussen bedden verschonen. Ik ben van alles bezig boven. Want ik wil boven gewoon even klaar hebben. Dus dat. Daarna eten. Of ja, zo dadelijk eten. En daarna weer boven verder. En vanavond alles beneden doen. Want we gaan morgen weg. En ik wil morgenavond gewoon in een schoon huis thuiskomen. En dat ik ook gewoon eventjes niks daar aan zulke dingen hoef te denken. Dus ik ben even hard aan het werk. En ik ben weer klaar boven. Dit even allemaal recht zetten en dan kunnen de kinderen zo naar bed. Maar ik ben mijn was nog aan het doen. Daar ga ik gewoon mee door. Ondertussen dat de kinderen naar bed zijn. En ja, voor de rest alles even recht zetten. En dan kunnen de kinderen naar bed. Ramen dicht doen en nou ja, dat. Klaar. Oh wacht, ik moet nog eerst de raam dicht doen. Volgende. En ook hier is het klaar. Volgende. En ook hier is het klaar. Even het raam nog dichtmaken. Even deze er nog uit halen. Wee! Zo. We hebben altijd luiers bij het bed van Jordi staan. Voor het geval dat hij 's nachts wakker wordt en een schone luier moet. Dus die hebben we altijd klaar liggen. Dus tada! Ook hier. Hier staat nog allemaal zooi. Dat moet nog allemaal opgeruimd worden. Er staat nog speelgoed. Dus ja.
de overloop is alles klaar wat er klaar moet zijn, maar het is nog steeds een wende. Maar ik krijg dat niet opgeruimd omdat zolder nog niet klaar is. Maar goed, ik ga even het raam van Jordi dichtmaken en de kinderen naar bed doen. En dan kan Niels en ik even eten. En dan kan ik beneden aan de slag en dan de spullen klaar gaan zetten. Ik ben helemaal blij. Goedemorgen! We zijn onderweg naar de camping. En we gaan wel zien wat we filmen enzovoorts. Ik weet het allemaal nog niet. Kindje zit in de auto. Jordi slaapt. Dus even anderhalf uur. Anderhalf uur even rijden. Thuis. De kinderen liggen al lekker op bed. Je hoeft dus ook aan het uitrusten. Ja. Die zal wel heerlijk slapen vannacht. Die is echt heel moe. Maar ik denk dat ze, als ze mocht kiezen of ze nou thuis mag blijven of mee mocht, dat ze toch kiezen om mee te gaan. Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Dus de jongens hebben het ook echt naar hun zin gehad vandaag. En ze kon Emiel niet missen, hè? Nee. Nee, ja, Emiel is, dat is haar grote vriend, toch? Ja. Dus, die jongens hebben het ook echt naar hun zin gehad. Liam, die had nog geen tijd om te eten. Maar die geeft hij een kuub zand en die is gelukkig. Ja, dus die is de hele dag is hij daar aan het spelen geweest. En toen daarna zijn ze naar de kippendouche geweest, hebben daar douches met kippen. Dus niet echte kippen, neppe kippen. Ja, alleen Liam was bijna niet schoon te krijgen. Nee, omdat hij gewoon echt, hij deed zijn schoenen uit en zijn sokken uit en hij ging maar op zijn blote voeten rondlopen. Nou ja, hè. Hij was helemaal zwart. Ja, ja. Maar ja, ze zijn weer schoongebadderd en liggen nu lekker te slapen. Dus bij deze, we gaan deze ups en dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.